met papa. Ga je dat ook met mij? Ik zie vond het niet zo leuk. Oh, dat is mooi. Zie je, dit is niet echt. Wauw. Op het ijs. Hoog, hè? High five. Oeh, dat was indrukwekkend. Of zo, voordat we de... Maar het is wel op het ijs. Kijk dan hoe schattig. Hoe heet jouw vriendinnetje? Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Pellinga's familievloggers. En goedemorgen, papa, Luxie, Woezel en Pip. Hallo. Hoe zijn jullie wakker deze vroege ochtend? Ben jullie lekker aan het knuffelen met de hondjes? Oh, waar gaat hij naartoe? Nou, Luxie die was al vroeg wakker. Mama en papa waren ook al vroeg wakker. En we hebben alweer de kerstlampjes aangedaan in ons gezellige kersthuisje. Met een mooie kerstboom. Die prachtig staat te stralen. En het is vandaag vrijdagochtend. De kids gaan zo naar school toe. En dan met mama en papa hebben we nog wat leuke werkafspraakjes. En dan gaan we vanmiddag na school iets heel erg leuks doen. En wie is daar ook wakker? Goedemorgen, Lucilla. Ze kwam helemaal aangekleed en wel naar beneden toe. Had je jezelf helemaal aangekleed, schatje? Ja! Ja. En Lucie ook aangekleed. Nou, Lucilla die zit natuurlijk alweer te kleuren. Lucilla kennende, hè. Die is altijd aan het kleuren, liefie. Ik ga een keer naar de Annie. Het Doolhof. Nou, ga eens even het Doolhof doen. Nou, we zijn lekker vroeg vanochtend. Je gelooft het haast niet. Het is raar maar waar, maar het is 7:15. En we zijn allemaal al wakker. Ik moet alleen mezelf nog even aankleden. Ja, ik loop in mijn pyjama en ik heb inderdaad mijn... En ik ga een shirt aan als pyjama. Maar ik ga mezelf ook even aankleden. De meisjes zijn al aangekleed. En ze hebben hun mooie rokjes weer aan. Want we gaan straks ergens naartoe. Waar dit heel erg goed van pas komt. Maar goed, ik ga mezelf even aankleden. Ja, en de kinderen moeten natuurlijk als eerste nog wel eventjes naar school toe. Dus eerst naar school. En straks er lekker op uit. Tot straks, Luan Zinne. Tot straks. Heel veel plezier op school, hè. Ja. Doei. Inmiddels zitten wij alweer in de auto en hebben we net Luan en Lucilla opgehaald van school. Hoi! Want wij gaan naar... Disney on Ice! Disney on Ice! Ja, we zijn uitgenodigd door Disney on Ice om weer hun show bij te wonen. Dus weer superleuke backstage beeldjes kunnen we gaan maken. Luxie die ligt even lekker te slapen. Vandaar dat de kinderen een beetje zachtjes riepen, want anders wordt ze wakker. En vader, ja, die zit alweer achter het stuur. Het regent een beetje buiten, maar dat doet de pret niet drukken. We zijn alweer op weg. Hallo vader! Ja, allemaal half uur. Nu weer een kwartier rijden, maar nu weer een kwartier. We gaan een half uur opzetten. Wij zijn uiteindelijk aangekomen bij Disney on Ice hier in Ahoy, Rotterdam. Het piest wel een beetje. We hebben de auto geparkeerd en we gaan snel naar binnen toe. Kijken waar we moeten zijn voor de backstage rondleiding of wat het ook gaat zijn. Ik ben wel heel erg benieuwd. Papa had rekening gehouden met file, maar die was er gelukkig niet. Volgens mij zijn we de eerste. Ja, we zijn een half uur te vroeg. Maar dat is een goed teken, toch? Dus genoeg sinaas. Zo. Genoeg cola. Wat willen we drinken? Dat is Bruno weer. Hallo Bruno. Nou, wat we nu dus gaan doen, we gaan nu dus naar de ijsbaan toe. En daar gaan we kijken naar, volgens mij, wat kostuums, hè? Ja, Bruno en En misschien mogen we ook wat make-uppen of zoiets, hoorde ik. Want ik moest mijn make-up tasje meenemen. Dus dat gaan we maar eens even bekijken. We laten ons gewoon verrassen. Luan en Lucilla die huppelen er al naar tegemoet. Nou, kijk eens. Als eerste in de grote zaal. Oh, het is hier lekker warm. Zo, zullen we eerst wat gaan drinken? Kijk eens. Wow. Nou, jullie zitten eventjes op de bar. Nee, Lucilla en Luxie. Prinses Lucilla en Luxie. En prins Luan, kijk, die is aan het helpen papa. Wat gaan wij lekker halen? Even chocolademelk. Warme chocolademelk met slagroom. Nou, kinderen, op een hele leuke voorstelling. Dus dan zeg ik wel een lepeltje bij. En nou snap ik waarom. Een lepeltje is anders. Ja. Ik ben Olaf. Ja, het winkeltje is al dicht, dus daar is papa wel blij mee. Kom, we gaan even bij het ijs kijken. Hé, hey, weet je wat ik wel heel apart vind, Luan, Stella? Dat al die kraampjes gewoon nog dicht zijn, zie je dat? Ja, ik heb
Zo, is het hekje open? Hallo. Hallo, Lucilla. Kijk eens. En Luxie. Hallo. Zo, we mogen dus langs allemaal tafeltjes en dingetjes om een beetje achter de schermen te kijken. Kijk, we zijn nou bij het make-up tafeltje. En bij dit make-up tafeltje laten ze zien hoe ze nou gaan opmaken voordat de show gaat beginnen. Zij gaat bellen spelen. And now you're gonna put on your eyelashes. Yes. With extra glue. Extra glue. You gotta keep them on when you're out there skating. Hey, ze doet een extra secondenlijm op Luan, zie je dat? Ja, secondenlijm. We call it in Holland second lijm. Dat heb ik nog nooit gedaan. Ik ook niet. Ja, real belle eyelashes. Zie je dat? Zo, wij mogen een ritje maken, ja, op het ijs van Disney on Ice. Hoe gaaf is dat? En dan gaan we in de slee. Oh. Dan gaan we in de slee over het ijs heen, Luxie. Dat is leuk. En kijk, hier staat de slee. Dat is hem. En dan mogen we zo een ritje maken. Leuk, hè, jongens? Wow. Wow. Zien jullie dat, hè? Laten ze trucjes zien hoe ze dat doen, hè? Zo. Nou, papa, ga je dat ook met mij doen? Nou, ik kan het proberen. Ik kan het proberen, hè? Maar dat doen we niet, hè? Cool, hè? Zo. Luxie vond het niet zo leuk in de slee, dus we gaan papa en Leon en Lucilla even filmen. Goed? Zo, nou, Leon en Lucilla, waar gaan we nou heen? Ja, we zijn een ritje op het ijs. Ja, in de mooie koets, hallo. Wauw, zie je dat? Nou zijn we op Disney on Ice. Turn around. En wie is daar op het doek, Lucilla? Wie schijnt daar op het doek? Mickey Mouse. Yes. Yeah. So, well, thank you. Thank you. You're welcome. At the end of the show, we all go around like this. Wow. Wow, that is mooi. Oh, it's pretty heavy, huh? Wonderful. Wow. Do you want to try it? Wil je hem draaien? Probeer maar, Lu wil het. Ja. Doe maar, Lu. Kijk, dat ziet er leuk uit. Ja, thank you guys. Normaal gesproken zie je dit dus niet, hè. En dan kan je dus ook niet die grote zware staf voelen. Want dan gaan ze straks mee draaien en mee zwieren in de show. Maar jullie hebben gewoon gevoeld dat die dus best wel zwaar is, hè, die staf. Ja. En je hebt gezien hoe ze gaan opmaken en de kostuums die ze allemaal klaar hebben liggen. Ja, we hebben in de koets gereden op het ijs. En in de koets gereden op het ijs. Luxie vond het eng. Luxie vond het eng, die heeft gekeken. Volgend jaar is het misschien wat... Misschien volgend jaar, ja. Maar wel heel erg leuk om mee te maken wat je normaal gesproken niet ziet bij Disney on Ice. Mogen we vandaag wel zien. Heel leuk. Dat was superleuk. We gaan naar de kostuums toe. Ja. Oh, we gaan eens kijken waar de kostuums hangen. Want die zien er ook heel anders uit als ze natuurlijk niet in de show zijn. We waren net daar aan de overkant en nu zijn we hier aangekomen. Bij de kostuums. En wauw, die zien er mooi uit. Hallo. Goed hoor. Ja. Oh ja. Ja. Moet je om je vinger doen, zie je dat? Doe dat ik zie. Mooi, hè, liefie? Ja. Wauw. Heel mooi, hoor. Wauw. Vlinder Lucilla, dankjewel. En tot vanavond in de show. Bye bye, merci. Oh, nou staan jullie op het ijs. Ik sta op het ijs en I've got my resin on. We're all good to go up. Should I demonstrate something for you guys? Would you like to see? Wow. Can I see? Yeah. Goed kijken, dan gaan ze wat laten zien. Oh. Wow. I definitely took weeks of training, even though I am a professional athlete. Hey, this is requiring a lot of different muscles that I would hey. Use. Hey, als ze heel hoog in de touw, zie je dat? Hoog, hè? Nou, superleuk. Nu hebben we allemaal leuke backstage dingetjes gezien. En nu zijn we natuurlijk heel erg benieuwd hoe ze zometeen eruit zien als we de show gaan bekijken. Want dan is het helemaal mooi en magisch natuurlijk.
Dan zijn ze mooi opgemaakt, hebben ze de kostuums aan en dan gaan ze ook al deze trucjes doen. Maar nu hebben we wel een klein blikje kunnen werpen hoe dat achter de schermen er allemaal uitziet. Vorig jaar was Luxie natuurlijk ook bij. Maar toen was ze nog niet zo groot als dat ze nu is. En nu vindt ze het allemaal best wel spannend allemaal. Ja. En straks gaat ze ook de show voor het eerst echt meebeleven. En dan ben ik heel erg benieuwd wat je ervan vindt, Luxie. Ik moet zeggen dat ze het niet wel een beetje spannend vindt allemaal. Daarom wil ze de hele tijd bij mama op de arm. Want vanuit mama's arm vindt ze het allemaal wel leuk om naar te kijken. Maar ze vindt het wel allemaal een beetje spannend. Schatje, al die lampjes en het ijs en al die mensen en de touwen hangen. En we gaan zo ook eens even kijken of ze Lucilla een mooi make-upje willen geven. Wil Luxie ook een make-upje? Nee, Luxie niet. Luxie gaat kijken, hè Lucilla? Wil je ze ook een mooi make-upje krijgen? Ja. Wel hè, een mooi make-upje? Met nepwimpers? Nee. Geen nepwimpers, hè? Nee. Ik heb ook nog nooit geen nepwimpers opgehaald, moet ik zeggen. Ik vind het ook al een beetje eng. Maar het ziet er wel heel mooi uit. En ze heeft het nodig, want dan kunnen ze het goed zien in het publiek dat ze hele mooie ogen heeft. Daarvoor hebben ze nepwimpers. Maar wij hoeven geen nepwimpers, hè? Nee. Wij doen gewoon lekker een mooi rood lippenstiftje. Oh, je bent in de beurt, je bent in de beurt. Kijk. Can you close your eyes like this for me? Yeah. Then we're gonna go with a little bit of a darker color to really make our eyes pop. Maak ze je oog wat donkerder zodat ze je oog goed kan zien, zegt ze. Een klein lijntje boven je oog. Beautiful. Heel mooi. And the next thing we're gonna do is we're gonna put on a little bit of blush to really make your cheeks pop, okay? Wow. You ready? High five. Yeah. Thank you. You're welcome. Sorry. Oh, Lucilla, nou komt de truc, hè? Nou komt de truc. Everybody ready? Yes! That's better. Yeah. Woo! Wow, Lucilla. Dat is fijn. Wat is dat voor jij? Dat is mooi, hè? Dat is een bootje, hè? Ja. Dat was indrukwekkend, of niet? Ja, echt leuk. We gaan even nu plaspauze. De eerste kraampjes aan het klaarzetten. Nou, als spulletjes zijn. We gaan even een hapje eten voordat de show begint. Ja. Leuk, hier moest we heen, Luc. De trap naar boven. Welkom. Nou, eerst maar. Eet Zo. Nou, en nog even een lekker broodje knakworst, hè? Bon appetit. Yeah. Zo, voordat we de show in gaan. Kijk, we zijn ook weer aan het vloggen. Hoi. We missen nog even niet. Ja, Davina. Oh, Davina. De volgende keer ben je er. Davina, beetjes. Groetjes aan Davina. Ik doe even de foto. Kom niet aan. En groetjes aan Finn. En de rest van de familie. En Sander. Merry Christmas. Sander wil je dat. Hele familie. De show gaat bijna beginnen, dus wij gaan naar waar het allemaal gaat gebeuren. De zaal? Ja, de lampen zijn al wat gedempt volgens mij. Dus dan gaan we het meemaken. Ja. Zo, we hebben weer een leuke baby poepbroek luier issue. Ik heb Luxie net een schone luier aangedaan, maar ze heeft nu alweer een poepbroek. Dus Daniel moet even een schone luier halen uit de auto. Ja! Dus die gaat even een luier halen. Terwijl wij hier lekker lopen zijn achter bij Disney on Ice. Je hebt natuurlijk hier heerlijk de popcorn, de snoepjes, de dingetjes. Het ruikt hier gewoon lekker, Luan. Trouwens, het heet Disney on Ice. Disney on Ice, maar het is wel op het ijs. Oh, het is niet. Ik moest even nadenken. Disney on Ice. Het is niet on ice. Nou, we hebben hier de hele kinderclub. Het zijn het neefje en nichtje van Rutger en van Thomas. En die hebben elkaar helemaal gevonden. Dus ze hebben allebei een vriendje en een vriendinnetje. Kijk dan. Kijk dan hoe schattig. Lucilla, hoe heet jouw vriendinnetje? Sarah. Is dat Sarah? Hey, en Luan, hoe heet jouw vriendje? Hoe heet jouw vriendje? Maxime. Oh, hi Maxime. Drie, oh nee, vier blonde kopjes bij elkaar. Kijk, ik zie daar een kerstboom. Ja, een kerstboom. Kijk, hier gaat het gebeuren. Schat. Ja. Ah, hallo. Hallo, liefie. Liefie. Oh, knuffelen, knuffelen, knuffelen. Knuffel! Wat goed van je, lieve mama! Lief, ga je er lekker van genieten? Natuurlijk! Hé, hey, gaat het goed met je? We zitten er klaar voor! Dames en heren, de Disney-sterren van de wereld! Ga maar lekker zitten! Hier is het Disney!
Yes. Anna. Dat kan als het ware liefde is. Anna, wat weet jij nou over ware liefde? Meer dan jij? Jij weet alleen hoe je mensen buitensluit. Je vroeg mijn toestemming, maar mijn antwoord is nee. En excuseer me. Sluit de poorten. Wat? Elsa, nee, nee, wacht! Geef hier die handschoen. Elsa, alsjeblieft! Wat heb ik je ooit aangedaan? Genoeg, Anna. Nee, waarom? Waarom sluit je me buiten? Waar ben jij toch zo bang voor? Ik zei genoeg! Dans mee en blijf.